Iemand die nog iets over wil zeggen, dames? Of hoe dit was, of wat je nog gevoeld hebt? Ja, dat was heel erg leuk. En leerzaam. Wat was het dan leuk genoemd? Ja, ik heb geleerd dat je niet alles op de stand moet, maar ook gaat je spullen. Audio, geen film. Daar zit ook zoveel, hè? Ja, heel goed. Andere dingen nog? Ik wil wat vertellen, maar ik weet niet. Ja, dat ga je gaan. Nou, soms heb ik het gevoel dat, ik neem een voorbeeld. Mijn stagebegeleidster, waar ik stage loop, was een keertje een Marokkaanse man. Die reed in gewoon een mooie auto. En toen maakte zij als opmerking, ik vraag me nog steeds af waarom zij met zo'n mooie auto op de wereld. en dan denk ik zo van, ja, wat is dat nou voor opmerking? Ja, wat is dat voor opmerking? Een rotopmerking. Een rotopmerking, ja. Ja, dat doet zeer. Maar durf je dat dan op tegen haar te zeggen? Of denk je, nee, het is wel... Ja, ik trek me dan meer terug, maar diep van binnen wil ik wel echt erop ingaan. Maar ja, het lukt niet echt. Nee, en dat is ook spannend en ook groot, hè, om dan te reageren. Want je weet niet wat er gaat komen als je dat zegt. Precies. Ja, precies. Wat je het veel verkeerd op. Ja. Ja. En misschien bedoelde zij het ook niet zo. Dat zou ook nog kunnen. Nou, zo'n ja, denk het wel, ja. Maar zo'n opmerking maak je niet zomaar. Ja, dat klopt. Maar zij gaat natuurlijk ontkennen. Snap je? Ze gaat een ander verhaal van maken. Dus wat zou je en dan mag ze duidelijk maken dat ze er iets anders van denkt. Maar in eerste instantie zou ik dat ervan denken. Ja. Wat zou je kunnen zeggen? In zo'n geval. Wat bedoel je daarmee? Hard werken. Bijvoorbeeld, dat is een mooie vraag. Wat bedoel je daarmee? Ja. Ja, of gewoon zeggen hard werken. Ja. Want er zijn ook Marokkanen die hard werken en die daar... Of niet alleen Marokkanen, maar alle buitenlanders. Die er hard voor werken om zo'n auto te verdienen eigenlijk. Ja. En zou je ook kunnen zeggen van, hey, die opmerking daar voel ik me rot over? Ik zou dat zelf niet durven zeggen. Nee, dat vraagt ook wel wat, hè? Dat is wel spannend om te zeggen. Ja. Ja. Wel fijn dat je het nu vertelt. Daarvoor ben ik er. Ja, belangrijk, hè? Ja. Want het is zonde als je je terugtrekt daardoor. Je hebt ook zoveel te brengen. Ik denk dat het dan te snel wordt nagedacht naar de gevolgen. Ja, dus dan misschien blijf je nog wel prettig voelen op die stageplek. Als je dan al meteen zoiets... Ja, ik heb het ook wel eens een keer meegemaakt. Dus je denkt, je moet je eigenlijk aanpassen. Maar je doet je heel anders voor om met jou te mogen omgaan. Ja. En je bent eigenlijk bang. Dus je denkt al, voordat je wat wil zeggen, denk je al na wat de gevolgen zijn. Dus als jij het hebt gezegd, dan zou ze ook tegen jou kunnen zeggen, ja, maar het is toch zo? En dan zou een soort discussie kunnen ontstaan. En misschien zelfs een ruzie. En dan zou je daar niet meer stage mogen lopen. Nou, dan gaat je school worden verpest. Dus en dan wordt heb afgoten, je... Hè? Ja, ik denk, bij mij gaat het ook meestal dan zo. Maar ik denk dat je gewoon juist in de durf te zeggen. Ja. 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 Dus fijn dat je het nu noemt. Dat toch dan kan je het ook Ik nam het als voorbeeld. Ja, heel goed. Het is een belangrijk voorbeeld. Wat mij opviel is dat als één ding verandert, dan is het nodig dat andere dingen ook veranderen. Dus alles heeft verhouding met elkaar. Dus als er één ding beweegt, dan is het ook belangrijk dat de andere dingen ook een beetje meebewegen. Het kan niet vanuit één kant komen. Het moet eigenlijk met z'n allen dat we allemaal een beetje bewegen richting elkaar. Ja, dat alles is afhankelijk van elkaar eigenlijk. Alles heeft invloed op elkaar. Ja, ja, zeker. We hebben elkaar gewoon eigenlijk nodig. Ja. Samen sterk. Ja, zoiets. Ja, mooi. Dat is mooi.